radio en tv voor Steenwijkerland. 105.4 FM. Ja, zodat iedereen daarbij kan zijn, zodat jullie hem als vereniging de beker mogen ontvangen. Dus dan wil ik Daniel even bij mij roepen. En dan gaan we het nog één keertje officieel doen. Bij deze wil ik dan namens RTV Slos en Jong in de Kop, als het zijn het programma Jong in de Kop Radio, om dan even helemaal compleet te maken, je officieel feliciteren met de winnaar, als winnaar van de leukste vereniging van 2000, Steenwijkerland 2017. Dankjewel, Leon. Dankjewel. Maar is dit het enige wat we gewonnen hebben, deze beker of niet? Nee, zeker niet. Daar zat ook nog een andere prijs bij. En die prijs was een verenigingsfeest, volledig georganiseerd in Cultureel Jongerencentrum De Buze. Dus daar gaat, als het goed is, ook nog de voorbereiding aan vooraf plaatsvinden. En daar gaan jullie vast en zeker of binnen een korte termijn meer over horen. Dat klopt inderdaad. Dankjewel. Nou, dank namens Scoutingvereniging Johan van der Kornbus. Dank Steenwijkerland, gemeente Steenwijkerland en de Bos. Super, geweldig. Gefeliciteerd en geniet van jullie titel. Wat gaan we zeker doen? Nog één keer, groot applaus voor de leuke jongeren van de Steenwijkerland 2017. Nou, bedankt dat ik dit eventjes nog mag doen tijdens jullie speciale opkomst vandaag. En dan wil ik jullie allemaal ook nog namens ons allemaal bij RTV Slos een hele fijne dag wensen. En veel succes. Dankjewel.